Mensen die gebruiken op dit moment woorden ten opzichte van elkaar, van allerlei enge ziektes en dergelijke, die gewoon niet kunnen. In Gelderland zijn nu nog 6 gemeenten waar het vloekverbod in de algemene plaatselijke verordening staat. Het zijn vooral dorpen op de christelijke Veluwe waar niet gevloekt mag worden. Scherpenzeel komt daar dus nu misschien bij. Maar meerdere oppositiepartijen vinden het een belachelijk plan. Als overheid moet je dat niet willen handhaven. Zoals ze in moslimlanden zaken handhaven op geloofsgebied met de fatsoenspolitie. Maar ik vind als je echt iets in de APV zet, dan moet je het ook willen handhaven. Dat wordt een hele lastige, maar nogmaals, het is een signaalfunctie. Het is ook niet te handhaven en voor bezoekers van de gemeente is het natuurlijk een heel merkwaardige zaak. Dan zou je een bordje moeten neerzetten bij alle entrees van de gemeente van pas op, hier staat in de APV dat u niet mag vloeken en anders krijgt u een boete.